Αυτή τη δουλειά με. Στην καρδιά του Ιέρα, πριν το τι. Vooraleer we dan ook hier straks de eerste winnares mogen terugvinden. Ilia Moyen, de résultat principaux entre Catherine Valloy. Een goede wedstrijd, een bode route pone dame en dame. Laatste instantie dan ook Helene van der Massen van de GKV Cycling Team in het gezelschap van de. Allez, remonte les courants! Le moment où il est déjà kijken naar Nancy de Bout hier in de Dateraard. De Bouwspoelen, Michael Bouwspoelen, zitten de dames hier dan ook in de finale. Dat is de winnaar,
Jeanne Sauvignon met Kouwblad. Met die van Kajir voor de tweede plaats. Wegenplaats Kouwblad met een derde dan ook voor Bertie de Wildebrits. En ging een vierde plaats dan ook voor Mensch in de Bouwkinde. Die ook in de vierde met het voor de Koning als Sturken voor de hele plaats. En op exact 2 minuten worden dan uiteraard dan ook hier. Voor wat betreft in de punten al een stukje Kajir maken. Derde plaats, troisième plaats, third place. Daniel King. Met uw applaus. Soyez le bienvenu. We gaan naar de tweede plaats, deuxième plaats, second place. Katie Kouglaf. Gentlemen, uw applaus voor Katie Kouglaf. Punten nummer 37. Voilà. De club, president van de videoclub. Dames en heren, geef ze een applaus, soignez. Een bon applaudissement pour le vainqueur. De bourgmestre, monsieur Gaden. Voilà, et Marc Lefleur pour les jolies filles. Voilà, dames en heren, met de nodige felicitaties. Et voici, messieurs, accompagnez les dames. Voilà, dames et heren, applaudissez bien fort. Applaudissez, dames et heren, pour nummer 1, vainqueur, Maaike Postkoel. Deuxième, second place, Katie Kouglaf. En een derde plaats, troisième plaats. Third place, Danielle King, Maaike Postkoel, Katie Kouglaf en Danielle King. Het was een beetje afwachten wat het ging zijn, maar ik kreeg heel makkelijk. En op het einde kon ik nog op een goed moment wegrijden ook. Ze waren naar elkaar aan het kijken en dat was mijn moment. Omdat ik niet echt een sprinter ben, ja, ze konden me niet meer terugnemen. En dat verwacht van de overwinning te Ja, rijden? Helemaal niet, want toen dat we ook met dat groepje van 4 wegreden, ik weet dat zij heel goed kan sprinten. Mm-hmm. En ik helemaal niet, dus ik moest eigenlijk hopen om weg te rijden en dat is niet altijd mogelijk. Maar vandaag was dat wel. En hoe belangrijk is een overwinning voor u vandaag? Ja, dat is heel belangrijk. Dat is mijn eerste koers. Je weet niet goed waar ik sta. Als je dan kunt winnen, ja, dan weet je dat alles in orde is. Oké, proficiat. Dankjewel.